Op een bepaald moment werd het zo erg dat ik gewaarschuwd of op matje geroepen werd door mijn manager van Wim, we constateren dat jij veel drinkt en we merken ook aan je werk dat dat invloed heeft op je werk. Je moet daar echt mee stoppen, want anders ben je je baan kwijt. Uiteindelijk wordt hij alsnog ontslagen. Ja, dan steek ik helemaal van de dam, want ik had echt de hele dag niks te doen. Dus toen ben ik echt heel veel gaan drinken. Dat was zelfs zo erg dat als ik 's ochtends opstond, dan had ik ervoor gezorgd dat ik de avond ervoor een biertje over had. Dan kon ik dat 's ochtends nemen, want anders kon ik gewoon niet functioneren. Als ik geen bier had gehad 's ochtends, nou, dan was het gewoon helemaal niks. Dan kon ik niet lopen, werd heel zwak in mijn benen en trillen en dat soort dingen allemaal. Een vader in kleding die hij al dagenlang aan had. Zijn baard niet gedaan, zijn haar niet gedaan. Gewoon heel vies allemaal. Hij rook niet lekker omdat hij bijna niet meer douchte. Dit is een foto die ik genomen heb dat ik bij mijn vader op bezoek ging. Bij de detox. En vanaf dit moment ging het ook goed met hem. Dus dit is wel echt een beetje een beginselfie van zijn nieuwe leven. Oh, hij is ontzettend veranderd. Hij is weer leuk. Het is weer een vader. En nou ja, wij zijn net verhuisd en het is een hele handige vader. Dus die vraag ik ook om de haverklap om er even te komen helpen. Om te helpen met een gordijntje op te hangen of iets. Oké, welke kant wil je het gordijn? Dat, die kant? Ja. Ja, oké. Kon dit 2 jaar geleden ook? Nee, dan had ik echt niet aangedurfd dat hij op een aanrecht stond. Want dan was hij er vanaf gevallen. Dus, Wat? Toen je nog dronk, dat je dan nu naar boven. Nee, dat had ik dit nooit kunnen doen. Nee. Oké. Okay. Nou.